ik zie het vooral als een uit de hand gelopen feestje. Ik ben het in die zin helemaal eens met onze burgemeester. Die zei, hier is natuurlijk helemaal geen sprake van rellen. Er is nog geen ruit ingegaan, zeg maar. Gelukkig, laten we dat vooral voorop stellen. Natuurlijk was iedereen hartstikke blij. Met name de Marokkaanse mensen in onze stad met de overwinning. Hartstikke leuk. En er zijn natuurlijk altijd van die ratdraaiers die er dan tussen zitten. En helaas was dat hier ook het geval. Maar om dit nou allemaal zo... Ik vind het ook wel erg opgeklopt, moet ik heel eerlijk zeggen. Door bepaalde partijen. Precies. Ook door raadsleden en zo. Erg overdreven allemaal. Ja, dat zegt u. Ik vertrouw wel gewoon op het feit dat als de politie zegt... we hebben die jongens naar huis gestuurd. We hebben geen charges gedaan. Dan ga ik ervan uit dat dat zo is.